Goedemorgen, mensen van een goed leven. Ik wist niet dat jullie al zo vroeg erbij waren. Nou ja, ik tref me wel aan in een saillante privé-situatie, maar... Oké. Dit is dan het geheim van mijn vitaliteit. Ze vragen me wel eens de bie... Maar hoe komt het nou toch dat jij er zo verdomd goed uitziet, nog? Dan zeg ik, ja, dat is even je elke morgen een rode beurt geven. Dat! Hè? Nee, even serieus. Hoe oud denken jullie dat ik ben? Hè? Nou, een ander vitaal geheim van mij is... neem elke ochtend de tijd voor een goed ontbijt. Sinds ik een half jaar geleden de tomaat heb ontdekt, is er veel met mij veranderd. Ten goede! Goedemorgen, dames. Goedemorgen, meneer de Wien. 17 minuten. 17 minuten van huis tot hier. En gisteren was het 18 minuten. 18, ja. Precies. 18, ja. Hè? Ongelooflijk, meneer de Wien. Fantastisch. U wordt per dag jonger. Wat zien jullie er vandaag beeldig uit. Met compliment. Heerlijk. Het ziet je haar leuk. Ja, dank u. Nou, van jou ook. Schitterend. Schitterend. Hebben jullie al thee gezet? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk hebben wij thee. Brengen jullie me een bakje? Het komt eraan, hoor. Bakje theetje. Meneer de Wien. Enig. Ja. Ongelooflijk. Hoe oud is hij nou eigenlijk? Nou, rond de 60 en het lijkt alsof hij per dag jonger wordt. Nou, ik begrijp hem niet. Niet te geloven. Maar hij zorgt zo goed voor zichzelf. Hè? Oh ja? Nou, ja, hij ziet er ook zo bruin ook weer. Ja, fantastisch ziet hij eruit, hè. Hij wil altijd kruidenthee. Ja, en dan die benen. Heb je daar wel eens op gelet? Nee. Nou, moet je afwachten van de zomer. Dan komt hij dus in korte broek. Dan zie je die benen. Nou, kind, ik zie het er al helemaal elke voor me. Nacht van, echt waar. Eerlijk. Ja, nee, en helemaal geen buik, hè? Nee. Hij is mijn eerste baas zonder buik. Hey. Goedemorgen. Wel. Goedemiddag alweer, hè? Gaat het hard. Zo. Nou, als dat nou de lente is, word je ook niet vrolijker van. Ik voel me eigenlijk net een beetje als die hond. Keer, dat ik eigenlijk helemaal geen zin meer om naar het bos te gaan. Voelt zich net zo oud als de baas. De baas voelt zich niet best, hoor. Ik weet niet wat het is, maar het is niet best. Slap, joh.
Een trainingspak aan, maar dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Geen 5 meter looppas haal ik meer. Ik krijg het ene been nauwelijks voor het andere. Gewoon te lui om me 's ochtends een beetje fatsoenlijk aan te kleden. Dan zie ik de trainingspak maar aan me. Ik weet niet wat het is, maar het is niet best. Moet ik me eens laten upchecken. Totale check-up, geloof ik, want... Ik weet niet wat het is, maar het is niet best. Nee? Gaan we maar weer. Nou, beste. Zo dik, zo'n opgepompte autoband om een middel, hè? Het gevoel of je in zo'n krap kinderzitje zit. Aan zo'n stuur hangend. Dat. Ik weet niet wat het is, maar het is niet best. Binnen. De röntgenfoto moest ik met mijn blote borst, en ik heb al geen haar, moest ik tegen die glazen plaat. Ik bleef er een beetje vanaf en de zuster zegt, nee, dat tegenaan. Tegenaan? Koud. Dan kom je buiten met dat weer, dus... Ik weet niet wat het is, maar het is niet best, hoor. Ik ben ontzettend slap. Waarschijnlijk 2 liter bloed afgenomen. Er gingen 6 verschillende buisjes, dus ze gaan me op alles onderzoeken, want ze staan zelf ook voor een raadsel. Hè? Dus waarschijnlijk ook op aids, maar dat wil ik absoluut niet weten of ik dat heb. Bovendien, wat zou het? Want ik lever toch weinig gevaar op, want... Omdat is er helemaal niet meer bij de laatste maanden. Daar heb ik ook geen zin in. Het is over de hele linie depressief en ingezakt. Ik weet het niet, ik zie het allemaal niet meer zitten gewoon. Het weer, het feestelijke weer, waar je ook somber van als wat. Ze hebben ook op cholesterol onderzocht, moest ik een plas doen. Kreeg ik van de zuster een plastic bekertje mee met een dekseltje zo schuim erin. Met mijn naam dan opgeschreven. En het toilet, zei ze, moet u hier de eerste rechts en dan de tweede links. Daar zijn de toiletten. Maar het is net een 7 hierboven, kan ook niks meer onthouden. Hè? Dus ik loop eruit, ik neem links in plaats van rechts. En toen de tweede rechts in plaats van links. Dus ik verdwaal helemaal. Zenuwachtig werd ik ervan. En eindelijk vind ik de toiletten, moest ik zo verschrikkelijk nodig dat ik was blij dat ik binnen was. Ik zet het bekertje op een plank en ik begin te plassen. En ik ben aan het plassen, ik denk, hè, dat lucht op. Ik denk, oh nee, ik moet wat in dat bekertje doen voor het onderzoek. Dus ik pak het bekertje en gauw het laatste beetje kon ik nog zo in het bekertje doen. Toen een dekseltje erop, nou ja, een heel klein bodempje is waarschijnlijk niet genoeg. Zo'n bodempje kunnen ze waarschijnlijk niks uit concluderen. Dus dat wordt weer een keer terugkomen, om nog een keer te plassen. Zo gaat het maar door. Ik weet niet wat het is, maar het is niet best allemaal. Hoor. Nou, zal ik nog even naar de zaak gaan of zal ik maar meteen naar bed gaan? Nou, laat ik nog even langs de zaak gaan. Goedemorgen, meneer Van Kooten. Koffie wou ik graag. Momentje, hoor. Niks erin. Ik weet het beter dan.
Wat een chagrijn is dat, zeg. Oh, hij is niet te geloven. Is hij altijd zo? Ach, ik weet niet. Vroeger ging het nog wel. Hij hield het ook niet over, hoor, maar tegenwoordig. Het wordt echt met de dag erger. Ik begrijp niet wat er met de man aan de hand is. Maar het ergste vind ik het eigenlijk voor meneer de Bie, weet je. Ja. Zo ontzettend zielig. Je zit daar elke dag mee in dat kantoor. Hallo, moet die bonen nog geplukt worden of zo? Meneer Van Koot, ik zei toch momentje? Ja, maar... Die... Goed, dan een momentje graag. Ja, het ruikt ook niet al te fris, hè? Heb je dat geroken? Gadver. Oh, mijn soort zichzelf zo slecht. Dus. Nooit is een lekker luchtje op. Nooit is een mooi fleurig pak aan. Of zo'n feestelijk suède jek wat meneer de Piet dan aan heeft. Wat dat betreft raad ik je ook aan om die wc beneden niet te gebruiken, hoor. Ik weet niet wat hij er allemaal uitspookt, maar hij zit uren op die wc. Dus je moet gewoon naar boven gaan. Ik zal het houden. Van Kooten, jij eet niet goed. Dat weet ik zeker. Alles komt terug, jij eet niet goed. Dat blijft niks in. En dan heb ik voor jou, dat heb ik altijd voor tussen de middag in mijn bureau. Kopje koffie al. Heb ik iets heel speciaals. Dat is een klein geheimpje. Wat is dat? En dat krijg jij nu van mij. Een lekje tomatenpuree. Tomatenpuree? Want de tomaat is namelijk heel goed. Ja. Voor van alles en nog wat. Wat zit daar nou in? Dan is het afgelopen met dat downige doe van jou. Dan neem je nou een lekker likje voor een extra kikje. Waar heb je dat vandaan? 1,20 per blikje. Waar heb je dat vandaan, dat idee? Tomatenpuree? Uit Amerika. Oh, dan is het goed. Amerikaanse onderzoek. Oh, dan is het goed. Amerika. Wijzen uit dat de tomaat goed is voor alles. Nou, dan staan we ontbijt. Hier heb ik nog niet ontbeten, want anders komt er. Lekker? Zout. Dan moet jij eens opletten hoe je daarvan opkikkert. Nou, niet tot downen, zeg. Wat door die 20 maart. Is dat, zeg. Nee, 20 maart. Ja. In ons programma, ja, heb ik gelezen. Om 9:30, ja, wordt het officieel lente. En dan gaan we wat aan doen. Gaan we live overschakelen naar weet ik veel. Laten we weer eens een keer wat aan de lente gaan doen. Nog een keer de lente. Hoe vaak hebben we nou al wat aan de lente gedaan? Heeft nog nooit wat geholpen. Kom. Studio in. Hè? Maar wat dan? Wat zeggen we dan? Wat is het voor lieve ladies, listen. Wij gaan even de studio in. Gaan we iets heel moois maken. Kijken jullie? Zonder hand? Ja, natuurlijk. Ja? Jij ook? Kijk jij naar mij ook? Ja, ja? Vooral mij. Ja? Ja? Vind je het wel leuk? Ja, ons programma? Ja, en vind je mij ook wel... ja? Nou ja, ik zal naar jullie wuiven. Als ik wuif op het scherm, is dat voor jullie. Goed? Ja. En is hier de boel aan kant, nemen jullie gerust een uurtje eerder vrij. Nou, leuk. Koop je een nieuw lentejurkje of zoiets. Fantastisch. Ja? Ik heb bedankt. Ja, enig. Lekkere meiden van me. Hè? Dag. 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 Heel veel succes, hè? Dag. Dag. Hé, jee, wat een man. Oh. Fantastische man. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom in Studio 3. Ja, over een dik kwartier is het officieel lente. Hier in de studio is het al zover. Maar het is ook Boekenweek. Van Kooten, jij hebt een reportage gemaakt over de Boekenweek. Nou, reportage. Kijk, ik ben natuurlijk geen minister Brinkman. Ik kan niet met een complete ploeg een dag over straat gaan. Ik moet dat allemaal alleen doen. En dan die camera dragen, plus de temperatuur buiten. Dus ik ben 's middags gestopt, maar... Ik heb wel wat gemaakt en goed, het is wat. Misschien of niet. Goed, of nou, noem maar. Daar gaan wij dan nu is, naar ja, kijken. Reportage, een beetje groot woord, maar kijk maar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, I, Z. A, B, C, D. Nou, verder kom ik niet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, O, V, Q, R, S, T, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, N, O, P, Q, R, S, T. Z, T, X, V, T, S, A, Q, P, O, N, M, L, K, J, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, E. Ja, ja, ja. A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, X, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M.
Dan ben je eraf hoor. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, X, T, U, V, W, X, I, Z toch? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, K, ja, ik vergeet het uit. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, P. Nou ja, ik vergeet het steeds. Laat me hangen. Ja, dit was een reportage over de boekenrit. Nou ja, dat zei ik van tevoren. Echte reportage is het natuurlijk niet. Maar ik vond het toch wel aardig om dat te signaleren. Dat het zogenaamd goed gaat met het boek, maar dat half Nederland het alfabet nog niet eens foutloos kan opzeggen. Dus A, B, C, D, E, F, G, M, K, L, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, E. Fijn, goed. Dan gaan wij verder met een belangrijk bericht voor deze lente op het gebied van onze voeding. U ziet een bijdrage van Jan ten Broeke, Paulien Grotema, Ted van der Zeeuw, ja. Roelbazen en cameraman Paul van der Mos. Ja, dan kan ik het dus ook als ik zo'n heel team heb tot mijn beschikking, maar ik moet het allemaal alleen doen. Toen in de 16e eeuw de tomaat uit Zuid-Amerika door zeelieden naar Europa werd gebracht, dacht men er niet aan dat deze siervrucht ook gegeten kon worden. Pas op het einde van de 19e eeuw werd de tomaat in cultuur gebracht en groeide zij uit tot wat zij nu is. Een heerlijk ingrediënt van snack, soep, ketchup en puree. Recent onderzoek nu heeft aangetoond dat de tomaat in pureevorm over eigenschappen beschikt die wel eens voor een revolutie in ons gezondheidsdenken zouden kunnen gaan zorgen. U weet misschien, of misschien weet u het niet, maar dan vertel ik het u even, dat de tomaat behoort tot de familie der nachtschadeachtigen. Dat zijn de Solanaceae. U weet misschien ook, of als u het niet weet, vertel ik u ook dat even. Daar zit ik hier voor. Dat solari in het Latijn troosten of pijnstillen betekent. En dat op zich is al een indicatie van die vrijwel vergeten, apathiserende, genezende werking van de tomaat. In pureevorm vooral dan, ja. Dus het toedienen van tomatenpuree is van invloed op ons gestel? Zonder meer. En dat is een invloed die uitsluitend positief is. Ik heb daar nog geen negatieve werking bij kunnen ontdekken. U moet niet vergeten, tomaat bevat kalium, calcium, er zit fosfor in, er zit caroteen in. Er is ook niet onaanzienlijk gehalte aan thiamine. De regelmatige pureegebruiker zal dus een kleinere kans lopen op de vorming van bloedpropjes die in de vernauwde kransvaten rond het hart kunnen geraken en daar de boel blokkeren met alle vervelende gevolgen van dien. Belangrijker vind ik het echter nog dat de pureegebruiker al na een paar happen een gevoel van algeheel geestelijk welbevinden ervaart. Het is een antidepressivum van je welste. Daar komt dan ook nog een keer bij dat de tomatenpuree een behoorlijke hoeveelheid nicotinezuur bevat. Gevolg, u weet dat misschien, als u het niet weet vertel ik het u even, dat de aandrang tot roken vermindert en over de hele linie een daling van nervositeit optreedt. U kan het dus iedereen aanbevelen? Zonder meer. Ik zou ieder Nederlands gezin willen toeroepen. Zorgt u ervoor altijd een paar blikjes tomatenpuree in huis te hebben. En trakteer u zelf op die weldaad voor lichaam en geest. Het kan u financieel de kop niet kosten. Een gemiddelde gezinsgrootte van 4 personen. Met 1 likje per persoon doe je een week met een blikje. Kost tussen de 50 en 70 cent. Het is belachelijk en het is eigenlijk krankzinnig dat deze groente, want het is een groente, dus geen vrucht. Denkt u er wel aan dat de merites op allerlei gebied zo lang onbekend zijn gebleven. Het is eigenlijk een raadsel. Het is onbegrijpelijk dat men van officiële zijde geen maatregelen neemt om de pureeconsumptie in ons land te helpen bevorderen. Met name staatssecretaris Dees van Volksgezondheid blijkt niet bereid de opname van tomatenpuree in het ziekenfondspakket bespreekbaar te maken. Ik ben even achter. Jij hebt nog genoeg, hè? Ja, oké. Ik ben zo terug. Wat? Maar nu? Nee, ga maar door. Oké. Er is de laatste tijd veel aan de hand met onze voeding. Vrijdagavond meldde Brandpunt dat onze olijfolie niet deugdelijk zou zijn. Gistermorgen stond dit bericht in Trouw. Appelsap kan vooral bij jonge kinderen diarree veroorzaken. En daarom is het des te verheugender dat er toch nog een natuurproduct is gevonden zonder schadelijke bijwerkingen, de tomatenpuree.
jonge dames van het goede leven. La dame de printemps. Bon et blond, hè? Voor de deur. Wat is hier aan de hand? Zeker de lente is al. Wat in de krant, zeg. Verkoper, gaat het goed? Nee, ik moet even de sleutel van de laag van Nervie. Oh ja, deze niet hoor. Die zit aan zijn bos. Aan zijn bos? Oh jee, die is er niet. Nou ja, laten we maar. Dan ben ik zo terug. Ik ben er intussen niet als ze bellen. Jullie zien er heerlijk uit, hè? Gaat het lekker op de zaak? Ja, hè? Heerlijk. Lente, joh. Lente. Berg. Van Koten nog niet terug? Nee. Oké. Dan vertonen we nu het interview dat ik maakte ter gelegenheid van de Boekenweek. U ziet een bijdrage van Wim de Bie, Maud Keus, Arjen van der Gijn, Roel Bazen en cameraman Paul van den Bos. Het is Boekenweek en er is alweer een biografie verschenen en alweer geschreven door een vrouw. Hoewel, biografie, het boek van Carla van Putten, De Muze van Allen, gaat niet over één schrijver. Maar ja, welke grote Nederlandse schrijver komt er eigenlijk niet in voor, mevrouw van Putten? Ik heb ze allemaal gekend. Ja. En daar ben ik heel dankbaar voor. Heel rijk leven wat dat betreft gehad. Bent u ooit getrouwd geweest? Ja, maar mijn man is gelukkig vrij snel overleden. En wie was toen de eerste schrijver die u leerde kennen? Dat was Jaap Slauwenhof. Die anekdote staat ook in het boek. Ik was met een vriendin op de Vecht op net zo'n dag als deze aan het roeien. En u weet, roeien doe je achterstevoren. En toen botsten wij tegen een ander bootje en daarin zat Jaap Slauwenhof, de stoel al, die hang naar de zee. Met Menno. Menno. Menno Duperron was dat. Menno. Ik zal het nooit vergeten, het staat was in het boek. Was dat niet Eddy Duperron? Nee, dat was zijn broer hoor. En via Menno heb ik toen Eddy ter Braak leren kennen. Daar bent u waarschijnlijk mee in de war. Eddy ter Braak was een neefje van Marsman. En zo heb ik ze allemaal ontmoet. Dat was Hendrik Marsman. Karel Marsman hoor, Karel Marsman. En bij Karel Marsman waren altijd hele beroemde feesten. Oh jee, de feesten bij Karel Marsman. Jongens, er is vanavond een feest bij Karel Marsman. Gingen alle schrijvers erheen, en ik mee natuurlijk, als jonge meid. En daar heb ik ook Ronald Holst ontmoet. Ah, voor het eerst. Juist. Staat in het boek. Adriaan Roland Holst, die mag natuurlijk niet ontbreken in zo'n biografie. Ronald Holst. Adriaan Holst was zijn neef. Maar ik geloof niet dat hij schreef, hoor. Maar, Ronald Holst. U bedoelt toch wel de prins der dichters? Jazeker. Uit Bergen. Ronald Holst uit Bergen op Zoom. En dat was een half uur van Antwerpen. Dus wat deden we dan? Vrijdagavonds gingen de picknickmanden en de flessen wijn in de spijkers en Bugattis. En dan gingen we een lange rij met al die Nederlandse schrijvers naar de Belgische schrijvers. Die ik ook allemaal heb mogen leren kennen. Een Paul van Ostade. Een Louis-Paul Streuvels. Karel Elschot. Oh jee, oh jee. Alfons van de Woestijnridder. Heerlijke tijden, heerlijke feesten. Heel dankbaar voor. Ja, neemt u mij de vraag niet kwalijk, maar bent u nou met al die schrijvers ook, dat je zegt, intiem geweest? Ja, ik heb dat in mijn boek als volgt omschreven. Ze hebben allemaal wel één of meer malen hun pen in mijn inktpotje gedoopt. U moet daar niets ergs van denken. De tijd was niet zedelozer dan nu, maar er was nog geen aids. Het was vrijer, het was losser. Je hielp een schrijver daarmee ook over zijn dode punten heen. Ik heb het ook wel gehad, als ze dronken aan de deur kwamen s'nachts. Carla, Carla, mag ik erin, mag ik erin? Dat ik dacht, moet ik nou weer, hè, met die of die of die. Maar je deed het, omdat je het deed voor de literatuur. Je wist, ik doe het voor de literatuur. Nou komen er weinig interessante brieven in uw boek voor. Ja,
Nou kijk, je zag elkaar elke dag. Dus waarom zou je dan nog schrijven? Hè? Maar bijvoorbeeld als ze langer weggingen, Multatuli, Aafjes, dan werd er wel geschreven. Multatuli en Aafjes. Maar die brief heeft mijn neefje toen, die spaarde postzegels. Ja, hebt u die ook intiem gekend? Multatuli? Allebei. Ja. En Aafjes, niet tegelijk, maar allebei. Weet u wanneer Multatuli leefde? Nou, vooral 's nachts hoor. Dan leefde die helemaal op. Overdag was het een motterpot. Vrouw van Putten. Zat die maar te somberen. Oh ja, jee, Indië, ja. Indië. Maar dan moet u toch minstens 120 jaar oud zijn. Ja, maar lezen houdt jong hoor. Lezen houdt jong. Nou. Mevrouw van Putten, ik krijg sterk het vermoeden dat u heel weinig hebt gelezen. Alle namen die u in het boek vermeldt zijn fout. U pikt gewoon een graantje mee van de rage, hè, om over de kamerschermen in het liefdesleven van de grote Nederlandse schrijvers te kijken. En daarmee sluit u aan op die oversekstheid in Nederland die op elk gebied heerst. U hebt niet één schrijver intiem gekend, mevrouw van Putten. Niet één. Ik heb in 1984, en dat kunt u natrekken, bij boekhandel Ateunum op het Spui in Amsterdam persoonlijk een boek gesigneerd gekregen van Hugo Claus. En toen heeft hij me deze broche ook nog gegeven. Hugo Claus. En die broche is dus van Hugo Claus? Die is van Hugo Claus. Maar over die relatie kan ik nog niks vertellen, want die leeft nog. Zet eruit, ouwe geile taart. Het is toch waar? We worden toch overvoerd met seks? Je wordt toch gek van de seks? In boeken, in tijdschriften, via de telefoon, op de tv. Het ranzigste programma van de Nederlandse tv was de pin-up club van Veronica. Maar eigenlijk is de nachtshow nog veel erger. Omdat dat een programma van de VARA is. Een wanhopige poging van de eens zo progressieve VARA om met wat blote tieten uit verlopen nachtclubnummers, hè, nog wat kijkers en leden te trekken. Zijn er dan geen feministische rode vrouwen meer om daartegen te protesteren? Moeten wij van het Simplistisch Verbond dat weer doen? En ook in de zogenaamde betere linkse krant, hoor, wordt gerust weer geschreven over copuleren en genitaliën. En waar leidt die overvloedige aandacht voor seks toe? Tot ontucht. Ontucht. Heel ouderwets woord, maar het staat elke dag weer in de krant. Het aantal ontuchtzaken loopt volledig uit de hand. Oversekste rechters, directeuren, vaders, grootvaders vergrijpen zich. Bedrijven ontucht. En bijna niemand durft het hierover te hebben. Niemand. Men heeft gedacht, zo'n nationale condoomcampagne is geweest, nou kan het weer. Hè? Gaan we weer heteroseks propageren. Nou, ik zou het hier wel eens over willen hebben met de mensen in de straat. Weet het, straatinterview, dat kan niet meer. Alleen Henk Binnendijk van de EO dwaalt nog door de straten. Ik zou u een belangrijke vraag willen stellen. Wat vindt u van God? Nou, ik heb wel een belangrijke vraag aan de mensen te stellen. En dat ga ik doen ook. Heeft er iemand voor mij een regenjas te leggen? Mag ik u ook wat vragen? Ja, volgende vraag. Wat vindt u ervan? Zou een AIDS-test in Nederland nu verplicht moeten worden gesteld voor iedereen? Nou, voor iedereen, maar voor de, wat er geschreven wordt in de kranten over de ziekenhuizen, ben ik het volkomen mee eens. Ja, dat gebeurt er moet. Voordat er een operatie plaatsvindt, zeker. Ja. Ja. Als dat. We hopen dat het niet zal gebeuren, maar als dat met u gebeurt, zou u de uitslag van die test dan willen weten? Ja, waarom niet? Nou, omdat dat misschien niet zo'n prettige wetenschap stelde, dat u door een van de oorzaak seropositief bent gevonden. U hoeft het dan nog niet te krijgen, maar u loopt de kans. Zou u daarmee kunnen leven? Ja. U wilt dat weten dan? Ja, ik zou dat zeker willen weten, ja. Er is wijn, mevrouw meneer. Nee, er is niets wijn, nee. Nou ja, er is eigenlijk genoeg wijn, hè. Er is veel te veel wijn. Er is veel te veel, ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Zou ik u één vraag mogen stellen? Ik denk dat het een belangrijke is. No. Er is erg veel over te doen over een AIDS-test, hè. Ja. Testen op AIDS. Ja. Vindt u dat dat verplicht zou moeten worden voor iedereen in Nederland? Nou, eigenlijk wel. Ergens ja. Mag ik u een vraag stellen? Ja, wat? Gaat u dat nemen? Ik denk het vaak de kleur. Mooie kleur? Ja. Ik wil eens met u praten over misschien wat minder mooie zaak, maar de vraag is deze. Vindt u dat een AIDS-test verplicht zou moeten worden gesteld voor iedereen in Nederland?
gaat het voor bescherming van de bevolking. Misschien dat het wel nodig is. Ja. Want we zullen er nog wel meer mee geconfronteerd worden. Het wordt natuurlijk nog een veel groter probleem dan nu. Ja. En u bent dat dan niet tegen? Dat zou ik er niet tegen zeggen. Dat bij mij ook moest gebeuren, nee. Ik denk dat het wel ik denk gewoon dat het een noodzaak wordt. Ja. Zou u de uitslag van zo'n test willen weten? Ja, die zou ik willen weten. Maar dan wel dagelijks, anders dan lijkt me. Anders ben ik het niet helemaal mee eens. Ja, ja. Dagelijks doen wij het niet aan. Dagelijks testen, ja, eigenlijk? Iedereen. Iedereen dagelijks? Ja. Dat is nogal wat. Ja. Want dan komt daaruit dat iemand seropositief is. Hij hoeft het nog niet te krijgen. Zou u dat overigens willen weten? Of u dat bent? Ik hoef de uitslag niet te weten. Nee? Nee. Nee, nee. Nee hoor. Ja, ik had me vrijwillig gemeld voor een test en ik heb zojuist de uitslag vernomen. De arts zei nog, weet u het zeker meneer de Bie? Ik zeg ja, zeg het maar. Ik wil het weten. Dan weet ik het dus. Ik ga dat niet publiekelijk bekendmaken. Ik ga dat niet aan de grote klok hangen. Ik persoonlijk weet het. Ik weet wat mij nu te doen staat. Ik steek niet mijn kop in het zand. De arts zei nog, meneer de Bie, dat is bewonderenswaardig, die houding van u, petje af. En ik gaf me een hand. Plastic hand. Raar. Ja, dat zijn de nieuwe etikettenregels van de 90er jaren. Geef me een handdruk, dan mag men de handschoen aanhouden. Het is even wennen. Nun muss sich alles ändern, denn es ist Frühling draußen. Aber eine Question habe ich. Es war ein Rijmpje, oder niet een rijmpje, maar een woordspel. Sorry, een woordspel was er vroeger en dat moet ik even aan jullie vragen, want ik word er gek van. Ik krijg het niet terug in mijn hoofd. Het was Tom en Ad aten tomaten. Wil ik je trouwens? Nee, hoor. Tom en, stik eens even op. Tom en Ad aten tomaten. To en Tom aten. Jij weet het. Ja. Ah, jij weet het. Jij bent te jong daarvoor. Het is voor jouw tijd. To en Tom, zij weet het. To en Tom aten tomaten. Tom at en to vrat. Dan heb je dus 1, 2, 3 keer tomaten. Dat was hem. Tom en Tom aten tomaten. Tom at en Tom vrat. 3 keer tomaten. Tomaten. Tom en Tom aten en Tom vrat. Bedankt. Blij met puree uit blik. Blij met blik. Blij met de wijde blik. Die de tomaat mij geeft. Rood. Rood, 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 rood. Haha, bijna rood, bijna, hou vol. Het wordt nog wel eens rood, rood. U bent erbij. In de puree. En uit de puree daarmee. Uit mijn blikje. Verhevig is mijn ikje. Het is bloffen tegen de maan wat wij doen. Is het niet? Wij bloffen tegen de maan. Want ze luisteren niet. Maar de karavaan trekt voort. Het hele mestoverschot kan weg. Als we weer leren 1 keer per week. Vlees te eten, onzin, de hele week vlees. Of je eet een vleestomaat, dan kun je het vlees zelfs overslaan. Want de tomaat is geen vrucht, maar een groente. Een groente. De roodste groente. Hé, hoor je dat? De roodste groente. De grootste, roodste groente. Tomatenpuree. Nou neem ik weer wat. Ik heb nog wel een grote blikje in mijn magazijn. Dat is zo'n pot. Waar? Achter in de winkel. Ik was al 3 dan. Is daar, heb je zulke blikken, hoe groot? Oh jee, dat 3 van zulke. Al even kijken hoor. Ja. Achter, ja, neem je niet in de maling op. Nee. Grote blikken puree, zo, hoe groot zou dat? Zo, 3 blikken. Hoe bestrijden we de ontucht en het aidsgevaar? Wordt het zo langzamerhand niet eens tijd dat er van hoger hand strenge maatregelen worden genomen? Een terugdringen van de seks in de media bijvoorbeeld. Een verbod op het afbeelden van bloot. Het sluiten van de bordelen en de nachtclubs.
Marcel van Dam krijgt 5 jaar gevangenisstraf als hij nog langer reclame maakt voor seks. Ja? Oh, nee. De huidige pureegarage dreigt uit te lopen op een regelrechte catastrofe. Recent onderzoek toont aan dat het consumeren van tomatenpuree zeer schadelijk kan zijn. Wat is dan precies dat gevaar? Dat is het zout. Wat is dan precies dat gevaar? Het zout. Tomatenpuree bevat een enorme hoeveelheid zout. En wij weten dat zout de bloeddruk tot onverantwoordelijke hoogte kan opjagen. 1 blikje tomatenpuree staat gelijk aan 10 kilo drop. Dubbel gezouten drop. En die verhoogde bloeddruk zorgt allereerst voor een gevoel van euforie. Van een geïntensiveerd perceptievermogen ook. Het oogwit wordt roze, zijn eerste teken. Maar die gevoelens van euforie slaan al gauw om in driftaanvallen en ook in hallucinaties. Bovendien heeft recent Frans onderzoek onder leiding van professor Cohen-Soulal aangetoond dat 1 theelepel tomatenpuree maar liefst 0,3 milligram acylobinepriktol bevat. En dat is een stof waar we heel weinig van af weten, maar 1 ding is zeker. Acylobinepriktol breekt alle genen in het menselijk lichaam af, allemaal. U raadt het gebruik van tomatenpuree dus af? Nou kijk, op grond van de geflipte gevallen die wij nu binnenkrijgen, zou ik iedereen willen toeroepen, en ik hoop dat ik dat ook even mag doen op dit moment. Ja. Zeg nee tegen de tomatenpuree. Ik weet exact waar die tegenwind vandaan komt. Die waait uit de hoek van de medicijnindustrie. Waar men nu eenmaal mordicus is tegen ieder alternatief wat een genezing op welk terrein dan ook zou kunnen bevorderen. Dat is die afschuwelijke verkokering van die medicijnenwereld. Ja, ik weet precies uit welke hoek die pro-puree wind waait. Het is allemaal begonnen met de Europese landbouwpolitiek. De uitvoer van enorme hoeveelheden Italiaanse tomaten. Er zijn directe lijnen met de Siciliaanse maffia. Er is een hele sterke puree-lobby. Maar we hebben contact met Volksgezondheid, met name staatssecretaris Dees is geïnteresseerd. En ik hoop binnenkort dat wij de pureezaak ook politiek hard kunnen maken. Ik gebruik het zelf. Oké, nou weet ik het zeker. Een verplichte aidstest voor iedereen en een verplichte herkeuring van alle voedingsstoffen. Zijn we nou helemaal gek geworden? Kanker in ketchup, mensen die gek worden van een zoetje, kinderen die psychotisch raken van 1 snoepje. Ik moet Van Koten waarschuwen. Zit hij op kantoor? Ik krijg niet meer. No puree today. Er is geen puree. De bier heeft gemeld dat hij niemand verkoopt. Hij heeft altijd weet zeker dat hij puree heeft. No Tommy puree. No Tommy puree today. Geen puree, dat was sap. Ik moet een vergieten. Dan kan ik dat sap eraf. Puree. Heb je de tomatenpuree? Hé? Daar is tomatensoep. Soep voor de puree. Voorin. Thank you.
zo wemelt dat maar door in mijn hoofd. En dat gaat vanzelf en daar kan ik niks aan doen. En dan moet je ook niet zeggen dat dat eventueel door die puree komt. Want het was er al in mij. En als er een gordijn voor een raam wordt weggeschoven, is de ruimte die er door dat raam zichtbaar is niet veroorzaakt door het wegschuiven van het gordijn. Het is lente, ik weet, je zit hier met die meiden te flirten, maar een beetje communicerende vaten. Dus ik reik die dingen aan, werk jij ze uit, want daar heb ik verder geen tijd voor. Ik heb ze opgeschreven. De black bulb. Nou, wat je nu vaak ziet met het schelle licht buiten, hè, dat het zo ontzettend licht is, dat je geen lamp meer ziet op straat. Als een auto remt of een stoplicht, moet je kijken, brandt die eigenlijk wel omdat het licht zo fel is? Waarom is er nog nooit een lamp ontwikkeld die donker geeft in plaats van licht? Dat je een stukje donker ziet oplichten, dat je weet, ah, daar moet ik niet zijn, daar is iets. Dat kan toch? En bovendien kost dat veel minder aan elektriciteit. Een donkere lamp, een lamp die donker geeft in plaats van licht, die verbruikt misschien min 200 watt, dus dat levert ons elektriciteit op. Wat een oplossing zou zijn voor het energieprobleem. Maar alleen gebruiken voor vredesdoeleinden, zegt dat daarbij in het rapport. Dus hooguit de politie bij voetbalwedstrijden zondagmiddag, zo'n tribune-appsite met vandalen, dat ze daar even een laserkanon met donker opzetten. Dat die jongens ineens in donker staan en niet weten wat ze moeten doen. Dat is één. Ten tweede dacht ik, wat is nou eigenlijk het beeld van de lente? Ik zag daarbij een zebrapad, een jongen en een meisje, een jaar of 14, 15, hand in hand verliefd. En hij had een beugel boven en zij een beugel beneden, zodat ze toch konden zoenen wanneer ze samen vreden. Ik dacht, nou dat is eigenlijk de lente. En trouwens over die elektriciteit, batterijen. Oké, onze apparaten lopen op batterijen, maar waar lopen de batterijen zelf op? Wil je dat ook eens even uitzoeken? Waar de batterijen zelf op lopen als je ze weglegt? Want die lopen maar door, dat loopt allemaal maar door. Verder moeten we protesteren tegen animal crackers van André van Duin. Ik kan potverdomme geen weiland meer passeren of ik hoor onder lammetjes die daar vrolijk springen die stem van Van Duin. Hey jongens, ga je mee voetballen? Nee, je moet naar pianoles. Dat is een schande, want waar lachen we om? We lachen daar omdat de dieren niet weten dat wij grappen op ze maken. Dus het is uitlachen van de dieren en geen toelachen. En het Wereld Natuurfonds zou zijn ogen uit zijn prins moeten schamen. Die dingen moeten uitgewerkt worden. Dan had ik nog een vraag. Heb jij nog wat puree in de laag? Nee. Nee, geen puree. Nou ja, ik kan er best. Niet dat ik er niet buiten kan, maar het is prettig om dat te hebben. Ik ben nu net een beetje uit de puree, dat ik nou weer niet in de puree raak omdat ik zonder puree zit. Puree zou ook verkocht moeten worden op tankstations. Dus dat je na zessen overal puree kunt halen. Dat ik nu niet de hele avond zit zonder puree. Dit is mijn laatste puree. Heb je niks in de laag? Nee, geen puree meer. Nee, echt niet. Nou, oké, dan moeten de meisjes maar wat regelen dat er morgen een voorraad puree is en dat die puree hier altijd op het verbondskantoor is. Ik kan er best buiten, daar gaat het niet om, maar het is prettig om te weten. Ha, rugdekking, puree. Oké, werk het een en ander uit. Ik kom morgen terug en dan hoop ik nog meer voor ze en dan komt het maar moet opgenomen worden of zo. Wat een oergezonde kop. Daar kan geen zonnebank tegenop. I'm walking tiptoe, through the caucus, and not touching any flower, cause I'm very good, coordinated by puree. Wat is hier gebeurd? Ik kan het bijna niet vertellen. Ik ben even boven en ik kom weer beneden en ik zit een beest. Met armen en benen en alles door elkaar als een vieze aap gaat hij tekeer. Meneer de Pie! Waar we altijd zo tegenop keken, waar we het altijd over hadden met z'n tweeën. Van die man, nou die man, weet je, als er nog mannen bestaan, dan is het die man. Nou die man, die doet dus zoiets. En het ergste vind ik het ook wel voor meneer Van Koot. Nou, ik blijf hier niet werken, dat zal ik u wel vertellen. Ik neem ontslag. We nemen allebei ontslag, hè?
Allebei. Wij willen hier niet meer blijven werken. Ook niet voor meneer Van Koop. Als ik mij 5 euro pond verkoop, dan heb ik dus ongeveer een 310.000 blikjes puree. Ja. Alleen al tot en met deze winter, van dat stuk. En dan dat stuk, ja. Als u dat dan naar Duitsland neem ik aan? Dat gaat naar Duitsland dan, ja. Ja, ja, ik bedoel, die moffen zijn energiek genoeg van zichzelf, die hebben dat niet nodig. Die hebben het niet. Hè? Precies, dus nou, dat zou fantastisch zijn. Als we dat kunnen regelen, dat ik van de week nog even terugkom. Ja. Hè? Nu even de lente inluiden. Dan kom ik terug, dan zetten we dat eens op papier. En dan zeg ik, oké, dat is voor onze eigen puree-bedruiping. Ja. En de rest, dat zien we dan wel. Dat zou fantastisch zijn. Dus dat u nog niet weggeeft. Dat nee, goed. Dat ik een optie heb. Ja. Ik heb een optie op dit. Op dat gedeelte. Ja. En ze zijn nou nog groen. Ja. Wanneer is dit rood? Nou, een week of 5. Dat kost een week. Een week of 5. Dus dit zou eigenlijk al een blikje puree zijn? In zijn soort, ja. Zo kun je het wel zien, ja. Maar groen, bedoel, groene het groeit puree? Nog uit. Het groeit nog, nee, geen groene. Hoe is groene puree? Weet u daar wat van? Wat groen? Ja, groene puree, bestaat dat? Ik weet het niet of het bestaat. Het zou, misschien is het er wel, maar ik weet het niet. Dan kunnen we dat toch ook experimenteren? Daar zit wel wat het in, gaat, ja. Het gaat om het Nederlands bedoel, product, hoor. Hoe eerder die tomaten er vanaf zijn, hoe meer dat ik natuurlijk kan produceren. En bedoel, hoe eerder, daar zit wat in. Hoe eerder het voor ons in de blikken zit, hoe meer ik ook kan produceren. Ja, ja. Hoe meer ik ideeën en... doen we dat zo? Dat doen we. Fantastisch. Ik wilde graag van de gelegenheid gebruik maken om vergeving te vragen voor alles wat ik in deze uitzending heb gezegd en gedaan. Ja, ik ben zwak geweest. Zelfs ik. Ik heb ontucht bedreven. Ik zou God natuurlijk om vergeving kunnen vragen, maar ik geloof niet in God. Ja, dat zou makkelijk zijn om me nu tot hem te wenden en te vragen... God, was al mijn zonden af! Maar dat kan ik niet. Ik moet me tot u wenden, tot u mens. Mens, laten we dicht bij elkaar blijven en vergeef mij voor het feit dat ik er zo'n puinhoop van heb gemaakt. En tegen mijn vriend Van Koten... zou ik willen zeggen. Vergeef me. Vergeef me. Ik heb hem in de puree gestort. Ik zal alles doen. Om hem er weer uit te halen. Vergeef mij. Nou, dat hoeft niet. Want in de Sunday Times van vandaag stond... dat er met tomatenpuree niets aan de hand is, de bie. Het is allemaal dik voor elkaar, dus de Elsevier komt volgende week met een omslagverhaal getiteld Ereherstel van de tomatenpuree. Ten tweede, je hoeft jezelf niets te verwijten. Wat kun je verwachten van de seksuele moraal in een land waar de staatssecretaris van Volksgezondheid Dees heet? Gooi die letters maar eens door elkaar. Wat is het anagram van de naam Dees? AIDS. Oh, my God.